Leuk dat je kijkt. Ik heb vandaag weer een video voor jullie en dit keer hoe ik mijn kast ga opruimen. Ik ga mijn winterkleren in de kast doen en mijn zomerkleren weer opbergen. En het leek me leuk om dit met jullie te delen. Ik heb ook al een keer een artikel geschreven over hoe ik mijn kast opruim. En daar kreeg ik leuke reacties op en die wordt ook veel bekeken. Dus ik dacht misschien ook leuk om dit in videovorm te doen. En zeker nu ik mijn winterkleding weer ga wisselen met mijn zomerkleding. Ik ga deze video over mijn kledingkast opruimen in twee delen doen. Vandaag is dus deel 1 en dat is even mijn winterkleren die van zolder zijn gekomen. Ga ik even nakijken welke dingen hou ik, welke dingen doe ik toch weg. En ik kijk meteen ook mijn schoenen even na. Welke ga ik naar zolder doen en welke hou ik in mijn kast en welke doe ik weg. En het leek me leuk om dat met jullie te delen. En misschien als ik nog tijd heb doe ik ook nog even een ander plankje, maar dat ga ik nog even kijken. Dus vandaag deel 1 van mijn kast opruimen, dus ik ga snel beginnen. Zoals je ziet zit ik tussen drie grote tassen met allemaal kleding en schoenen. Dit zijn allemaal winterkleding en schoenen. Dus, en ik ga gewoon even snel door alle kleding heen. Ik bekijk even wat is het. En dan leg ik het daar neer als ik het hou. Als ik het dus weer straks in mijn kast ga leggen. En als ik het weg ga doen, dan leg ik het aan deze kant neer. En mocht je denken, ga je het weggooien in de prullenbak? Nee, dat doe ik nooit met kleren. Dat vind ik zonde. Ik geef het altijd aan de kringloop. Of ik doe er wat anders mee. En voor nu is het doel van mijn kleding of ik ga het verkopen. Dat ga ik nog even bedenken of ik dat wil doen. Of ik ga het gebruiken voor een kledingruil die ik ga organiseren. Dus ik gooi het niet weg. Zeker niet. Dat doe ik nooit. Vind ik gewoon zonde. Maar ik ga er snel aan de slag. Dus ik laat het snel zien zodat de video niet heel erg lang duurt. Dus ik ga maar snel beginnen. Want ja, anders wordt het een hele lange video. Dus veel kijkplezier. Tas 1. Deze hou ik. Deze twijfel. In het midden leg ik alle twijfeldingen. Twijfel. Dit is niet van mij. Oh. Nou, dit was een snelle tas. De rest wat erin zit is van mijn moeder, dus dit is niet van mij. Dus nou ja, dat scheelt weer. Oep. Dus ik heb wel drie truien zaten hier van mij, maar de rest is niet van mij. Dus ga ik snel verder met de volgende, deze. Mijn schoenen zet ik even apart. Deze sjaal heb ik zelf gebruikt, maar die doe ik weg. Deze sjaal is favoriet, dus die hou ik. Dit broekje, dit korte broekje vind ik ook wel heel erg leuk. Deze superleuke tuniek twijfel ik over. Deze leuke wijdvallende top hou ik zeker. Deze bodywarmer-achtig vest, die doe ik weg. Deze zwarte lange top twijfel ik nog even over. Deze hele leuke top doe ik toch weg, want ik heb die vorige keer ook niet zo heel vaak gedragen. Een leuke herfstsjaal, die doe ik toch maar, twijfel ik nog even over. Deze koolsjaal doe ik weg. Deze leuke bolero hou ik. Mijn wel, deze vind ik heel erg leuk, die heb ik vorig jaar gekocht. Mijn ja, dieren giletje dingetje, nep natuurlijk. Die hou ik zeker. Deze hele grote trui twijfel ik nog even over. Deze sjaal doe ik weg. En dit vest twijfel ik. Dan is deze ook weer leeg. Dit vest draag ik altijd met plezier, dus die hou ik. Dit vest is ook heel leuk te combineren, dus die hou ik ook. Deze bodywarmer heb ik een keer zelf gemaakt, maar daar twijfel ik over. Dit vest hou ik. Dit vest is heerlijk voor in de winter, dus die hou ik voor de koude dagen. Deze doe ik toch maar weg. Hier twijfel ik nog even over. Deze poncho twijfel ik ook nog even over. En deze doe ik denk ik weg. Ik heb nu drie stapels. Deze stapel hou ik allemaal. Hierover twijfel ik, dus die ga ik zo nog even bekijken. En dit is de stapel met de dingen die ik sowieso weg doe. Ik ga nu de stapel van dingen waar ik over twijfel nog even opnieuw kijken. Dan denk ik, nou, hoe vaak zou ik het aandoen? Pas ik het nog wel? Hoe kan ik het combineren? Dus ik kijk dan even kritisch naar ja, of ik het echt ga dragen. Of het echt nuttig is om dit te bewaren voor in mijn kast. Deze poncho is altijd heel erg leuk met een zwarte longsleeve of zo. Gewoon simpel, maar wel lekker warm. Dus ik denk dat ik deze nog eventjes bewaar. Dit vest vind ik heel erg mooi met die kanten ja, dingen op je rug. Alleen het
jammer van dit vest is dat hij best wel onhandig is. Met die vleermuismouwen op mijn werk doe ik hem sowieso niet aan, omdat ik dat onhandig vind. Maar ik vind hem wel heel erg mooi. Hij is ook niet echt warm. Maar ik denk dat ik deze helaas... Ik kan hem gewoon niet weggooien. Dus die hou ik nog even bij me. Deze gilet die ik zelf heb gemaakt, die ga ik niet wegdoen. Misschien dat ik hem gewoon ergens in een doos stop. Met dingetjes die ik heb gemaakt ofzo. Want ik vind het zonde om dat weg te gooien. Maar die komt niet in mijn kast. Of wel in mijn kast. Dit vest is heel erg leuk. Heeft ook een leuk patroontje. Alleen merk ik dat hij gewoon een beetje... de stof is een beetje pluizig aan het worden. En hij wordt gewoon wat minder mooi. Ik denk wel dat ik hem bewaar. Maar als ik merk dat ik hem niet vaak draag, dat ik hem dan wel weg doe. Deze grote trui is heerlijk voor een lekkere slonzige dag. Maar ik merk dat ik hem niet vaak aandoe. Omdat hij... Ja, ik weet niet. Hij is niet eens zo heel erg warm. En hij is gewoon onhandig. Maar hij is wel heel erg leuk. Maar ik denk toch dat ik deze weg doe. Deze sjaal is wel leuk om gewoon te dragen bij iets. Maar ik draag hem eigenlijk bijna nooit. Dus ik doe deze weg. Dit shirt met een longsleeve is eigenlijk altijd wel handig. Hij is ook lekker lang. En ik zou hem ook als jurk kunnen dragen. Dus ik denk dat ik die bewaar. Deze tuniek is wel heel erg leuk. Ik zit even te kijken. Hij heeft ook zakjes. Ik heb hem vorige winter ook bijna niet gedragen. Eigenlijk niet. Dus ik denk dat ik deze weg doe. Dit vest vind ik wel heel mooi en warm. En ik vind de kleur ook heel erg leuk. Alleen ik merk gewoon dat hij een beetje oud is. En dat hij toen een vervanging is. Dus ik denk dat ik deze ook weg doe. Deze trui heeft een hele lekkere dikke kol. En ik vind het leuk om te dragen met een blouseje eronder. Dat die blouseje nog even hier uitkomt. En hij is ook lekker warm als het echt heel erg koud is. Dus ik denk dat ik deze wel bewaar. En dan deze waar ik zo over twijfelde, doe ik ook weg. En dan heb ik uiteindelijk twee stapels. Best wel een grote stapel voor mij doen met dingen die ik weg doe. Ik ben heel slecht in dingen wegdoen. Ik denk altijd, oh ja, maar die had ik aan toen. En oh ja, die droeg ik toen dit was. Ja, ik heb altijd wel dingen. Ja, hiervan weet ik alweer twee dingen waar ik die naar aan had. En hier ook weer van. En ik heb altijd herinneringen aan kleding. Ik weet niet, het is best wel gek eigenlijk. Dus heel veel dingen die ik wegdoe, denk ik, oh ja. Maar die herinnering, die wil ik nog wel bij me houden. Maar soms is het gewoon te vol in mijn kast. Dus ik moet gewoon wel wat dingen wegdoen. Dus dit zijn de stapels met kleding die ik wegdoe en die ik hou. Dan schuif ik dit even allemaal aan de kant en dan pak ik al mijn schoenen erbij. Even kijken, ik ga gewoon weer hetzelfde doen. Hier doe ik de schoenen die ik hou. Hier doe ik de schoenen die naar zolder gaan. Dit is mijn zomerschoenen. En daar doe ik de schoenen die ik niet doe, dus die ik wegdoe. Dus ik ga maar meteen beginnen. Deze hele mooie hoge laarzen, die hou ik zeker. Deze laarzen heb ik met veel plezier gedragen vorige winter, dus deze hou ik ook. Dan heb ik twee paar Ella Ux. En ik weet dat Ux niet heel erg charmant zijn en niet het meest mooie. Maar voor in de wind vind ik het wel heel fijn. Lekker warm, dus deze hou ik ook allebei. Dan heb ik heel veel slippers. Wat ik eigenlijk altijd doe is, alle slippers doe ik naar de zomer. Mijn zomergarderobe, zeg maar, die doe ik dus nu naar zolder. Maar ik hou altijd één paar slippers wel in mijn kast. Stel, ik ga bijvoorbeeld een weekendje weg of zo en ik moet ergens douchen waar ik de slippers bij aan moet. Heb ik altijd in ieder geval een paar slippers. En ik denk dat ik deze ga bewaren voor nu. Dit zijn mijn grijze paar slippers, dus die hou ik wel in mijn kast. En al mijn andere slippers gaan naar mijn zomerstapel. Drie paar sandaaltjes hou ik allemaal en die gaan allemaal naar de zomerstapel. Deze fletjes hou ik en die doe ik ook bij mijn wintergarderobe. Deze fletjes doe ik weg. Deze fletjes doe ik ook weg. Deze witte fletjes hou ik. Deze hakken bewaar ik ook. Deze zwarte fletjes hou ik. Mijn All-Stars hou ik. Deze schoentjes bewaar ik even voor volgende zomer. Deze zijn perfect voor de winter, zijn lekker warm, dus die bewaar ik ook. Mijn sleehakken bewaar ik ook, ook al draag ik ze niet zo vaak. Ik is vast een gelegenheid dat ik ze weer aan kan. Deze Nikes zijn echt favoriet bij mij, maar ze zijn dus een beetje kapot. Dus deze ga ik even passen. Kijken of ze nog wel lekker zitten, ook al zijn ze een beetje kapot. En dan ga ik bedenken wat ik ermee ga doen. Ja, ze zitten nog wel gewoon prima. Dus ik bewaar deze voor als ik een keer ergens heen ga waar ik vieze schoenen nodig heb die vies moeten worden. Ik bewaar altijd zo'n soort paar. Gewoon van die oude gympies die dan vies mogen worden. Dus die bewaar ik. Mijn Lacoste sportief schoenen die zitten heerlijk. En die bewaar ik ook zeker. En mijn Neppe Ventjes die draag ik nog heel veel. Dus die bewaar ik ook. Dan ga ik nu al mijn schoenen wel terug in mijn kast stoppen. Al mijn winterkleding
Nog niet. Dus dat ga ik de volgende video ga ik dat doen. Dus de schoenen stop ik even weer terug in mijn kast. En dan ben ik weer bij jullie terug. En dit zijn al mijn schoenen, ze zitten allemaal in mijn kast. Ik denk dat we nog wel even tijd hebben voor een extra plank. Dat is namelijk deze plank. Dit is mijn plank met pyjama's en met leggings. En hierachter liggen nog spullen die ik niet weg kan gooien. Ja, dan ga ik die plank ook nog even doen. Eerst het gedeelte wat hierachter ligt. Nu ik het zo zie, denk ik, oh ja, dat was het. Dit zijn kluskledingen, kleren bedoel ik. En gewoon kleren die ik handig vind om te bewaren. En dan ga ik verder met de pyjama's. Hier maak ik een stapel met pyjama shirts. En dit is gewoon een shirt die ik altijd draag als ik slaap eigenlijk. Het zijn er niet zoveel. Het zijn er 3. 4 eigenlijk, want eentje ligt nog op mijn bed, want die draag ik nu. En mijn zomerpyjama's van de Primark zijn korte broekjes en hemdjes. Die doe ik natuurlijk bij mijn zomerkleding, dus die ga ik wegleggen. Dan ligt hier mijn harenbroek. Dat is wel een beetje zo'n sportbroekstof. Maar die ga ik in de winter ook niet echt dragen. Dus die doe ik ook bij mijn zomerspullen. Dan heb ik 2 pyjama broeken en een sportbroek. En die leg ik hiernaast. En er ligt hier nog een dik vest, omdat die niet meer op mijn vestenplank kon. Ik ga die even bij mijn winterkleren leggen in de hoop dat die straks er wel bij past. En mijn mayo's, die doe ik gewoon weer terug. Want die heb ik laatst nog uitgezocht. En ook al draag ik niet heel veel mayo's, ik wil deze toch allemaal bewaren. En dan heb ik meteen mijn eerste 2 planken gedaan. Dit was mijn eerste opruimvideo over hoe ik mijn kast ga opruimen van winter naar zomer. Nee, van zomer naar winter. En ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Volgende keer dus het gedeelte dat ik de rest van mijn kleding opruim. Ik heb dus nu alleen maar mijn winterkleding gesorteerd. Mijn schoenen opgeruimd en nog een plank opgeruimd. En de rest moet dus nog komen. En dat is wel een grote klus. Dus voor nu ga ik even dit allemaal opruimen. En mocht je deze video leuk vinden, doe dan een duimpje omhoog. En je kan abonneren op mijn YouTube kanaal en kijken waar je me kan volgen. Dat kan je in de beschrijving allemaal zien. En heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!